Hij is weer begonnen, de Vrijmibo. Het grote publiek leert hem kennen in 2012. Doet hij mee aan de eerste editie van de Beste Singer-Songwriter. In 2016 vertegenwoordigt hij ons land op het Eurovisie Songfestival. Won niet, bereikte wel een respectabele 11e plaats. Kortom, ook hij is born to win en born to lose. En laat dat nou net de titel zijn van zijn 5e album. Hier is Douwe Bob. Ja, dankjewel. Nou, applaus. Wat een applaus ook trouwens. Ja, eindelijk weer. Nou, na gisteravond, je hebt voor het eerst weer heel veel applaus gehad. Ja. Van 1200 man. Dat was wel een verademing, hoor. Hoe was dat? Den Bosch. Ja, het is spelen is sowieso een feestje. Maar nou moet ik zeggen dat die Brabanders, die kunnen wel een feestje bouwen, hoor. Ja, dat is zelfs al bekend, hè? Jezus. Ja. Ik ben daarna nog even Den Bosch ingegaan. Dus oh, leuk. Heb je er geslapen? Ook? Ja. Oh ja? Je hebt iemand ontmoet daar? Nee. Gewoon een bijmaatje. Ah ja, oké. Mijn vriend van je. Maar het was natuurlijk voor zover ook jij weet. Weer de eerste keer. Het was natuurlijk ook gewoon weer de eerste keer na een lange tijd zonder publiek. En een artiest kan niet zonder publiek. Nee. Nee, een artiest zonder publiek is nou, misschien nog wel een artiest. Maar, zoals een stratenmaker zonder straat. Ja, inderdaad. Ja, ja dat is zo. Hoe heb je die tijd beleefd? Nou, is een stratenmaker zonder straat precies waarom hij een stratenmaker is natuurlijk. Om een straat te maken. Dat is wel waar, ja. Als hij nou geen steen heeft, dan nee, dat is een probleem inderdaad. Ja. 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 Je had je microfoon wel gewoon, maar het publiek om naar te luisteren was. Ja, precies. Nou ja, goed, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Anderhalf jaar bijna. Ja. Je kan wel spelen voor 50 man, 60 man. En dat is ook gewoon prachtig uiteraard. Maar, heb je dat ook gedaan? Ja, zeker. Zoveel mogelijk. Maar het was natuurlijk moeilijk. Maar ik ben al heel blij dat ik een aantal jaar zo veel heb mogen spelen eigenlijk. Dat was op een gegeven moment wel het ding, weet je wel. Van ja, mijn hart bloedde vooral voor de kleine ondernemers die omvielen. Met de horeca en zo. Mm-hmm. Dat was best wel, dat vond ik nogal pittig eigenlijk. Vooral in Amsterdam natuurlijk ook. Een stad die eigenlijk 24/7 leeft. Dat was bizar. Toch? Ik ben daar geboren en getogen. En ik weet nog dat ik op een zaterdagmiddag over de Wallen liep. En dat ik gewoon de enige was. Ja. Op de oude sites. Nou, dat is echt waanzinnig. Dat is bizar. Dat heb je nog nooit meegemaakt. Dat maak je ook nooit meer mee. Nee, dat hopen we ook. Als het goed is, ja. Ja, laten we het hopen, ja. Even naar 2012 terug, hè. Dat is oude koeien, vind ik altijd wel leuk om even over vroeger te praten. Mm-hmm. Als je kijkt naar de Douwe Bob in 2012, toen je daar stond als dat jongetje in de singer-songwriter. En je kijkt nu naar Douwe Bob in 2021. Ja. Is dat zoek de verschillen of zien we gewoon nog steeds, of zie je vooral jezelf nog steeds dat diezelfde Douwe Bob? Ligt eraan in wat voor opzicht, muzikaal? Of nee, maar gewoon in het leven, in het algemeen. Niet alleen als artiest, maar als mens, als persoon. Je hebt er nou ook meegemaakt. Ja, zeker. Nou ja, mensen, we veranderen allemaal toch? Jij bent toch ook niet dezelfde persoon als je 10 jaar geleden was? Ja. Nee. Jawel, precies. Natuurlijk, we veranderen. Maar ik vraag het aan jou. Ja, maar ik vind het altijd wel. Ik vind het altijd. Dan moet ik het even naar muziek als in schrijven. Wat dat. Moet ik het even naar het schrijven van muziek trekken. Want mensen zeggen altijd dat het een soort groei is. Maar ik vind het niet speciaal een groei. Ik kan nu ook niet meer schrijven wat ik toen schreef. Het is veranderd. Ja, het is veranderd. Ik schreef toen veel simpeler eigenlijk. Weet je wel. Impulsiever heb je ook al impulsiever, ja, zeker, ja. En dat is ook gaaf, weet je wel. Dat is, maar op die manier kan ik niet schrijven meer. En ik schrijf nu wel, volwassener. Maar je hebt ook wel. Maar dat is niet altijd beter. Dat je ook wel soms een beetje terugverlangt naar dat impulsieve gedrag van toen. Ja, klopt wel, ja. Ja, dat is die jonge hond, weet je wel. Ik voel toch. Het is ook wel een cruciale leven, want ik ben 28 nu. Ja. En dat is nog steeds jong, maar ik bedoel, ik ben niet meer. Ik ben wel gewoon een volwassen gast. En ik ben 28. Word je geacht te zijn? 28 jaar word je geacht te zijn. En ik begin nu ook de rimpels te zien en de grijze haren. Daarom heb ik het geverfd. En de grijze haren. En ik zie ook wel, weet je wel. Ja, ook ik. Ik moet eraan geloven. Ik ben niet meer dat knulletje van de beste singer-songwriter van Nederland. Nee. Ja, wat de muzieksmaak is, of in ieder geval de muzieksoort die je uitbrengt, het is ook wel iets veranderd. Hè? Het was in het verleden meer, vond ik het meer pop-achtig. Dat is wel waar. En het is nu meer country blues. Americana noem je dat dan? Ja. Hè? Nou ja, wat jij zegt hoor. Ik bedoel, het is blues en Amerika. Ja, het wordt. Ik merk dat ik toch wel meer die kant op trek. Waar ik dan soort van graag een paar jaar geleden meer festivals en knallen en zo. Mm. Voel ik dat ik nu in een moment in mijn leven zit waarom ik ook wel gewoon lekker vind om verhalen te vertellen in het theater.
Doe je niet onverdienstelijk trouwens. Hè? Zeker als je naar de recensies op van je album ook kijkt. Ik kan er vanmorgen in de auto weer eventjes aan. Ik ben iemand die graag naar Amerika reist. Of toen het nog kon, hè, zou ik maar zeggen. Ja. En op die eindeloze wegen rij. En dan Blake Shelton. Of weet je dat? Ja, hey, gek. Dat noem je wel een naam. Ja, ja gek. Nou, fantastisch vind ik dat. En dan rij je daar ook als een van de weinigen op zo'n lange weg. Waar geen eind aan lijkt te komen. Ja. Dan heb je die muziek aan staan. En dan voel je gewoon de king of zo op een of andere manier. Ja. Ik weet niet wat het is. Maar dat heb ik met dat allemaal van jou ook. De AD gaf je 5 sterren. Wat is namelijk niet de makkelijkste kant die je opgaat met deze muziek. Zeker niet in Nederland. Nee. Ja, dat vind ik grappig dat je dat zegt. Tof. Wat, ik heb heel veel gezegd namelijk. Ja, nou ik vond eigenlijk alles wat je zei heel tof. Oh, oké. Nou, mooi. Ja, dat is wel waar, ja. Maar toch merk ik, dat vind ik wel grappig. Ik merk naarmate ik dus... Naarmate ik ouder word, dat je op een gegeven moment ook steeds meer loslaat qua van wat het publiek wil en wat de dingen. En je merkt dat hoe meer je loslaat, hoe meer het... dit is dan het eerste album waar ik 5 sterren voor krijg. En dit is eigenlijk het eerste album waarbij ik echt dacht van, nou weet je wat, en nou ga ik gewoon een fucking country plaat maken. Ja. Ja. Nu sta je eigenlijk heel dicht bij jezelf, want dat is wat jij leuk vindt. Ik voelde echt als thuiskomen dit album. Niet dat ik... Ja, ik moest langs al die andere platen om hier te komen, weet je wel. Het is niet alsof die andere platen niet ik waren... of dat ik mezelf verloochend heb op die andere albums. Maar blijkbaar, je moet als schrijver ook echt naar... Als je een blues wil zetten op een album... kan je niet doen als je 19 bent, 20. Daar geloven ze het niet. Nou ja, misschien, maar... Je hebt nog geen levenservaring, ja, niet genoeg. Ja, en je moet langs die moeilijke dingen. Je moet langs die akkoorden. Je moet langs 20 akkoorden gaan. En dat is super moeilijk om uit te uitleggen. En langs al die poëzie te gaan. Je moet alle boeken lezen om terug te kunnen komen bij de kern. Mm-hmm. En dat zijn drie akkoorden. En zeggen, I'm so lonesome I could cry. Mm-hmm. Weet je wel, dat is in principe is dat de basis. Maar om die basis te begrijpen, moet je eerst die hele reis maken. En dat heb ik gedaan. Ik ben nu terug bij... Country, Amerikanen en blues, weet je wel. Je ziet gewoon, iedereen zei het vroeger ook. Wacht maar jongen, je eindigt met blues. Eindigt, nou ik ben 28 jaar, maar je komt weer bij het blues. Of je blijft hier. Je weet het niet. Tot je dood, ja dat kan natuurlijk ook hè. Dat ik nu gewoon voor altijd nog blues platen ga. Maar niks mis mee. Het is. Het zij zo natuurlijk. Je doet het hartstikke goed. En de publieke opinie, zullen we maar zeggen, hè, is het daar ook mee eens. Zeker waar. Met de kant hier. Even over dat, wat ik zei, net, je hebt ook een rottijd achter de rug. Zwaar jaar, hè, beste vriend verloren, je vader overleden. Ja. En ik las ergens een verhaal dat je inderdaad bezig was met het nummer dat je zo meteen gaat zingen, When the Road is Rough. Dat tijdens de laatste zin, je had hem opgeschreven, je moeder belt dat je vader is overleden. Dat klinkt eigenlijk als een scène uit een film. Dat kun je gewoon. Je denkt bijna, zou je denken, dit is gewoon. Een verhaal. Ja. Maar het is echt. Ja, je zou bijna denken, ik ben helemaal niet spiritueel aangelegd. Maar soms denk je, soms gebeuren de dingen, denk je, nou. Maar dan heb je dat nummer net geschreven. Dan heb je dat telefoontje gekregen. Denk je dan, ik moet dit nummer nu nog iets aan gaan passen? Nee, dat mocht ik niet meer aanraken ook van mezelf. Van mezelf. Dus dat werd het nummer voor mijn vader. Terwijl ik het helemaal niet voor mijn vader schreef. Maar toch nu ik het... Er komen zelfs woorden in voor... Mijn vader die zat bijvoorbeeld in een designers team en dat heette The Fool. Ja. En in het nummer komt ook gewoon Fool voor. The Fool. Heel bizar. Beetje eng vind ik dat ook. Ja, ik vind het zo vreemd. Maar het komt erin voor. En, maar dat nummer, dat zing je toch dan lijkt mij... Heb je het gisteravond gezongen? Ja. Emotioneel denk ik dan. Dan moet je steeds aan je vader denken. Ja. Lijkt me heel moeilijk. Nou, ja. Maar het is wel... je geeft het toch je haalt het van een andere plek wanneer je dat doet. Zo, je bent ook een soort acteur in de goede zin van het woord. Natuurlijk. Ja, maar je kutavond hebt, dan en het publiek zit daar, dan doe je toch alsof je het fantastisch hebt. Die knop die moet om, weet je wel. Ja. En je haalt per nummer haal je die energie uit een plek. Mm-hmm. Maar je bent ook een. Het is ook een vak, hè? Dus je moet ook gewoon deliver. Vind je het een leuk vak? Niet altijd, nee. Wanneer niet? En wanneer juist wel? Nou, ik zou het mijn kinderen niet aanraden, zeg maar. Ik heb het geluk gehad dat ik dus gewoon een soort van... ben doorgebroken en dat ik dit kan doen. Mm-hmm. Maar het is lang niet leuk. Altijd. Maar wat is nou echt iets waarvan je zegt... van, als ik dat dan van tevoren... Dat aspect aan dat hele artiestenleventje en die platenbusiness... vind ik zo niks aan. Moet maar even zo zeggen. Dat je zegt, daar heb ik nog steeds moeite mee. De onzekerheid. Ja, okay. Dat is voor mij een heel groot ding. Ja, het is elke keer maar de vraag of je... Of je nog relevant bent, weet je wel. Ja. Dat is een ding. Dat is gewoon de wol... Het hijgt in je nek. Het voelt altijd een drang in je nek. Ja, en je moet.
Maar wat nou als jij dat zesde album maakt? Hè? Dat wordt helemaal de grond ingeboord. Je krijgt overal maar één ster. Dus waar is die Douwe Bob in godsnaam mee bezig? Ja, dan ga ik paarden fokken in Mexico of zo, denk ik. Hartstikke leuk, man. Ja, lijkt wel echt iets voor jou. Ja. Ja. Nou, echt, zoiets ga ik dan ook echt gewoon doen. Is het dan, dus jij laat dus zeg maar je carrière en het verloop daarvan afhangen van een of andere negatieve recensie of van een zure journalist? Nee, maar ik zie geen reden om meer echt soort van op een professionele muziek... Ik vind het tragisch om je vast te houden aan iets dat is geweest. Maar dat is één mening. Zie je heel vaak. Nou, nee, oké. Okay. Ik bedoel, één, ik zou niet stoppen met muziek maken als ik een slechte recensie krijg. Nee, maar kom op. Dat is heel Nederland. We zijn wel wat verder dan, toch? Je weet wat ik zeg, hoor. Ja, ik bedoel, op een gegeven moment is het spel gespeeld. En dan voel je gewoon... Je ziet gewoon zoveel artiesten die al 25 jaar nog... Ja, op een bandje staan te zingen in Holland Casino. En dan denk ik, dat is tragisch, man. Ja, maar die mensen kunnen misschien niks anders. En die moeten toch ook blijven leven en een boterham verdienen, toch? Ja, dat kan je afvragen dus. Ja, weet ik ook niet. Ja. Ik weet niet of ik nog wil blijven leven. Maar soms is het sneu. Ik snap wat je bedoelt, hoor. Ja, ik bedoel, het is heel heavy wat ik zeg. Maar ik bedoel, dat is... Ja, je bent een artiest en dat is wat je dan wil doen als dat niet meer werkt. Weet niet of je nog moet vasthouden daaraan. Ik hoop dat ik het droog hou. Want ik wil je eigenlijk vragen om naar de kruk te gaan. En dat mooie liedje waar we het net even over hadden. When the road is rough. Ja. Ik had het vanmorgen in de auto, zoals gezegd, nog eventjes aanstaan. En gelukkig leeft mijn vader nog wel. Maar ik ben dat liedje toch, sinds ik dat verhaal ken erachter, ben ik dat toch op een andere manier gaan beluisteren. En ik kon het niet droog houden. Dus ik hoop wel dat dat lukt hier in de studio. Want ik ben wat dat betreft echt een... denk je dat het goed gaat? Heb jij dat nooit dan dat je een traantje laat, Douwe? Hij hoort het niet, denk ik. Nee, hij hoort het niet. Goed. Laten we ook maar gaan zingen. Laten we When the Road is Rough. Ben je er klaar voor? Ben ik klaar voor. Hier is Douwe Bob. When the Road is Rough. One moment it's fireworks, next it blows up in your face. Crazy how time flies, one moment it's sunrise, the next it's the dusk of the day. Today might be sunshine, tomorrow is rain. Things only last for so long. When waters get troubled, times they get cold, I hope you find warmth in this song. When the road is rough and the going gets tough, it feels like your heart has just had enough. All of their words are weighing you down. Give them a smile and turn your head around. 'Cause when you feel lost to be found, that's when my love comes around. Funny how life goes, you're tired and your heart's broke. Like a fool you get up and try again. It feels like the same old, you're digging to strike gold. You end up with diamonds instead. When the road is rough, the going gets tough. Feels like your heart has just had enough. And all of their words are weighing you down. Give them a smile and turn your head around. 'Cause when you feel lost, too lost to be found,
That's when my love comes around. That's when my love comes around. Prachtig hoor. Mooi man, ik heb het droog gehouden, dus ik heb naar je geluisterd. Zometeen, wat zei je? Fout gedaan. Nee, ja, ik heb echt gevochten tegen de tranen, laat ik het zo zeggen. Nog steeds bij ons in de studio is Douwe Bob. Douwe Bob was het, ja. Douwe Bob was het, ja. Dat is je naam, toch? Ja, nee. Ik heb even een vraag aan je. Kijk, heel veel artiesten die kiezen op een gegeven moment een heel commercieel pad. Hè? Die zie je in allerlei spelletjesprogramma's meedoen met allerlei gekke spelletjes. Of Ik hou van Holland, weet ik wat allemaal. Ja. Daar zie je jou eigenlijk zelden in. Je hebt wel één seizoen... Jij stelt echt een goede vraag altijd, hè, jij? Oh, ja, vind je? Echt goed, ja. Ja. Maar jij hebt natuurlijk wel één seizoen de Voice Kids gedaan. Ja. Maar dat is maar bij één seizoen gebleven. Ja, maar is dat dan toch omdat het niet bij je past? Ja. Je zegt het allemaal juist. Ja, het past niet bij me, ondanks dat het kids zijn. Want ik vind je bent gek op kids. Ik vind kids veel leuker dan volwassen mensen. Het is ook hoe je tegen Jordi doet. Dat is zo leuk. Ja, toen leuk. Je binnenkwam. Ja, maar jij zegt ook net dat stagiairs toch wel een kans verdienen. Ja. Dat zou ik nooit zeggen voor Jordi. Oh, nee, dat is wel heel gemeen. Grapje naar huis, denk ik. Nee, ik zei het niet. Oh, oké. Maar dat past dan niet bij je. En dan denk je, dan zeg je ook gewoon, ik ga niet nog een seizoen. Ondanks dat John dan erbij je staat en zegt, ah joh. Met een grote zakgeld. Nee, maar precies. Ik kreeg het ook. Het paste misschien toen op dat moment in mijn leven nog niet helemaal. Als je nu teruggevraagd wordt, zou je het wel weer doen? Weet ik niet. Jij doet sowieso. Ik denk het eigenlijk niet. Je doet sowieso. Nou, we hebben even een boodschap voor jou. Dus als je kijkt even op het scherm hier of achter Jordi. Kijk eventjes mee. Er is iemand die jou iets wil vragen. Yo, Douwe, Jeroen Woe hier, van Even Tot Hier. We hebben elkaar wat gesproken ook. Dat, weet je dat nog? Dat was, ja. Toen had je het voorprogramma gedaan bij Phil Collins. Toen was ik eventjes achter de schermen. Ja. Wat goed je te zien, maar het lijkt me nog heel veel leuker om je te zien bij Even Tot Hier, met ons tv-programma. Dan moet jij gewoon komen en dan doen we Slow Down. Ja, dat is wat te gekke hit. En dan maken wij er een tekst op over het nieuws. En dan ga je shine en dan ga je knallen, dat weet ik zeker. Dus we zouden echt het een onwijze eer vinden als je een keer langs wil komen. Dus hopelijk tot dit najaar. Nou, bij deze, dan kom ik langs en dan gaan we dat doen. Kijk. Ik heb vanaf het begin eigenlijk gewoon gezegd tegen mezelf, ik doe alleen maar mee met dingen die met muziek te maken hebben. Ja. Want voor de rest kan ik gewoon niet zo heel veel eigenlijk. En weet je hoe dit nou ter sprake kwam? Jeroen Woe, die was hier een paar weken geleden. Toen zeiden we, hij zegt, wie hebben jullie dan allemaal zo? Ik zei, dan en dan komt die en Douwe Bob. Nou, Douwe Bob komt wel bij jullie, want hij wil niet bij ons. Hij wil niet. Je weet hij ook wil dat niet, het maar... veel moeilijker ligt dan dat. Ja, dat weet ik ook wel. Ja. Maar het is dan toch, maar dan denk ik, je bent een goede zanger, weet je. Je bent een aardige jongen. Dankjewel. Denk ik van, wat kan je nou gebeuren? Een briljante zanger bedoel je? Een briljante zanger, een briljant leuke aardige jongen. Een van de aardigste mensen die ik ooit heb ontmoet nu al. Nee, precies. Ja. Nee, ik ook. Ja, leuk. Ja, het is van hetzelfde, jongens. Oh, tof. Nee. Nu ga je het wel doen in ieder geval. Ja, maar dit heeft met muziek te maken. Waarom? Wat hij zegt, dan vind ik het leuk. Maar je wordt natuurlijk ook gevraagd voor de alleskunde en dat soort spelletjes. Of weet ik het hoe dat soort spelletjes allemaal heet. Ja, maar ik kijk helemaal geen televisie. Ik heb geen flauw idee, joh. Nee, kijk je. Ik weet niet wanneer ik mijn televisie voor het laatst heb aangehad. Maar als je thuis bent, wat doe je dan? Ook geen radio. Nee? Nee. Zou je niet bijvoorbeeld meedoen aan De Slimste Mens? Dat doen heel veel bekende Nederlanders. Absoluut niet, want dat verlies ik op zeker. Gelijk. Bang om af te gaan dan? Nou, ik denk dat ik niet zoveel te melden heb gewoon. Ik kan muziek maken en ik schrijf graag. En voor de rest, ik ambieer niet zoveel meer te zijn dan dat. Nee, als het maar met muziek te maken heeft, dan overweeg je het om mee te doen. Schoenmaken, snap je? En Songfestival, zou je dat nog een keer doen? Dat vond ik super gaaf. Dus als we dat nog weer gevraagd worden, dan zou ik dat wel doen. Dat is een van de mooiste paar weken van mijn leven geweest. Ja. Wat zou je dan zingen als je er nog een keer... Wat zou je het liefst, stel dat je een album, dit album kijkt en dat je een nummer zou moeten kiezen. Was It Just Me? Ja, wat je zo meteen gaat zingen? Ja. Ja? Ja, ik denk dat wel kans gemaakt had. Als ik eerlijk moet zijn. Ja, weet je kan niet zo goed tegen verliezen. Hè? Dat is niet waarom je ergens aan meedoet. Dat doet natuurlijk niemand. Hè? Als het een wedstrijd is, wil je winnen. Ik kan niet zo goed tegen verliezen. Jawel. Nee, ik denk dat de kunst van leven is om te gaan met verlies. Winnen is makkelijk. En het gaat erom hoe je met je verlies omgaat. Wat je een mens maakt. Daar ook de titel van je album. Denk het wel, ja. 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 Born to win, born to lose, yin en yang. En dat is ook je tatoeage in je nek. Die speciaal voor dat album laten zetten? Nee, of had je die andersom. Al? Andersom? Ja. Je had hem al en toen dacht je dan. Dat is best wel een mooie. Dat is wel een goeie, ja. Daniel Loos, die wees naar mijn nek. Ja. En die zei, daar moeten we een liedje van maken. Zei ik, ja, dat moeten wij doen.
En toen maakten we Born to Win, Born to Lose. Ja, je bent op hem afgestapt om te zeggen van, nou, ik wil een album maken. Ja, dat wil ik met jou doen. Appt gewoon brutaal. Maar waarom dacht je, want je hebt ook met Tim Knol gewerkt. Je is natuurlijk een beetje meer verantwoordelijk voor de eerdere ik heb niet, albums. Nee. Even met, nee, ik bedoel... Matthijs van Duifboden? Ja, die bedoel ik. Ja, dat klopt, ja. Daniel is, als er iemand is die echt, zeg maar, weet hoe wat Amerikanen en country is, dan moet je Daniel Lewis hebben. Die zei hij gelijk ja? Ja. Ik appte hem. Hey Daniel, we kennen elkaar niet, maar wil jij alsjeblieft mijn plaat produceren? Zei hij. Ja, dat is goed. Dus dacht ik, oké, top. Maar wat is dan zijn rol in het proces? Hij schrijft de nummers allemaal zelf, toch? Ook samen met Daniel gedaan. Ook wel veel samen geschreven. Hij is producer van het album. Dus dat wil zeggen dat hij vooral zegt wat je er niet op moet doen. En gewoon zegt van... het mooi invullen. Zeggen waar de gitaren moeten en hoe de drums gespeeld moeten worden. Hoe lang heb je eigenlijk over het opnemen gedaan van dat album? Vier dagen. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Dat ga ik waarschijnlijk nooit meer meemaken. Maar zo snel allemaal. Ongelooflijk was het. Ja. Alles stond erop in vier dagen. Hoe kan dat zo snel? Was het de inspiratie of zo? Laksheid. Nee, grapje. Nee, grapje. Ja, het klopte gewoon. De band en de songs, het kwam heel natuurlijk allemaal. En we namen het eigenlijk allemaal tegelijk op ook. Hm. Het mixen duurde langer dan het opnemen. Dat is wel grappig. En toen het erop stond, heb je het toen meteen uitgebracht? Of heb je nog gewacht op een bepaald moment van, hè, nu ga ik het album releasen? Ja, nee, ik ga je niet vermoeien met wat er dan allemaal moet gebeuren. Maar het makkelijkste aan een album uitbrengen is het opnemen van het album. En daarna begint het hele proces waar je... Maar je niks mee te maken wil hebben, jongen. Ik denk dat jij bent precies ingestapt in de muziek in 2012... toen het nog een beetje de markt was van cd's kopen en zo. Ik heb het net meegemaakt. Je hebt eigenlijk alle facetten van het nieuwe muziek maken meegemaakt. Die hele road. Maar we leven echt in een bizarre tijd. Want we zitten nu totaal op een omkeerpunt. Het gaat op een kantelpunt. Mm-hmm. Cd's bestaan over een paar jaar niet meer. Nee. Die bestaan niet meer. LP's komen terug. Ja. En daar leent jouw muziek zich wel voor, hè? Ja, zeker. Een beetje dat kraakje erin, dat naaltje op die plaat. Dat is wat je wil natuurlijk. Dat wil je toch? En een whiskytje erbij en een haardvuur en dan misschien nog een leuk iemand naast je. Dan heb je toch een fantastische avond, of niet? Hey, you're speaking my language, man. Dat is wel veel dingen die jou aanspreken. Ja, inderdaad. Het is echt ongelooflijk. Ja. Ja. Heb je een relatie op dit moment? Nee, maar goed. Nee, ja, dat klopt. Maar ik bedoel, je hebt natuurlijk en de jeugd streamt. Ja. Het leuke daarvan wel is natuurlijk dat je direct ook ziet hoe vaak zo'n plaat of nummer beluisterd is. Hè? Ja. Dat was vroeger, kocht je een plaat, maar je weet niet hoe vaak dat opgezet wordt thuis. Nee, dat weet je niet. Dat is waar. Ja. Dat is waar, ja. Toen ik hoorde dat je kwam, dacht ik ook, ja, wat moet ik me nou van daar... Je hebt een bepaald imago ook een beetje, denk ik. Dat je ook al een beetje een stoere gozer bent. En je hebt ook laatst al gezegd van, ik was niet zo aardig tijdens het Songfestival. Denk van, oh ja, ik ben sommige mensen... Ja, daarna vooral was dat. Ben je vooral daarna niet aardig geweest? Ja, ik ging daarna even een beetje een rare kant op, ja. In mijn hoofd. Ik denk ook niet dat het per se heel goed is voor een mens, hoor. Zoveel aandacht. En dan heb je er rustig aan gedaan. Want dat heb je nu niet meer. Althans, ik merk het niet. Nee. Ja. Nee, maar gaat er dan op een gegeven moment een knop omdat je denkt, oh, als ik doorga met niet aardig zijn, om het dan maar even zo te zeggen, dan kan dat een soort doodsteek zijn van mijn carrière? Nou ja, dat niet door... Nou, nee. Nee, het is meer op een menselijk niveau, weet je wel. Een doodsteek voor mijn carrière, als ik niet aardig ben, het komt natuurlijk van een veel dieper ding. Het is gewoon, toch, je hebt een aantal basis emoties. Ja, zeker, ja. Het is ook angst, niet... denk ik, gewoon, en druk. En op een gegeven moment voel je wel dat je eventjes een soort van een stapje terug moet doen en moet praten vooral. Ik heb nooit echt leren praten en als je dat, dan krop je dat op. Nou, het gaat je nu redelijk goed af. Ja, maar het is wel oppervlakkig. Ja, dat is het waar, ja. Ja, toch? Ja, maar goed, dan moet je in zomergasten gaan zitten, weet je. Dan hebben we 4-5 uur, dan kun je echt de diepte in. Maar dat zou met jou wel kunnen, trouwens. Met dit soort interviewtjes gaat dat niet. Dus je probeert het wel. We proberen het wel een beetje. Het gaat wel goed. Mm. Nee, maar ik vind dat je wel... je bent wel een heel interessant persoon. Ik zou dat wel leuk vinden om... Om er wat langer met op te praten. Nou ja, gewoon inderdaad. En dan, kijk, nu is het natuurlijk al, je hebt een nieuw album gemaakt, hartstikke leuk. Gisteravond in de bos gestaan. 9 juli sta je in Den Haag. Super, leuk om weer van. Weet je, en je probeert af en toe een kant op te gaan. Maar dat kun je niet. Dat kan gewoon niet. In 10 minuten tijd gaat dat gewoon niet.
En nee, dat is heel jammer. Dat is ook zo. Het smaakt wel naar meer, moet ik zeggen. Nou, dankjewel. Dat zullen we anders met z'n tweeën naar een concert gaan van Douwe? Lijkt je dat niet leuk? Ja, dat lijkt me superleuk. Hij staat op bij deze jongens. Wat? Je staat niet in Flevoland trouwens, hè? Ik heb even gekeken. Ik geloof het niet, nee. Nee, je staat wel in Kampen, zo je wel, zag ik. Dus dat is net maar Zwolle. We wonen in Nederland, hè? Dus zo ver is het nooit. Ja, mensen zeggen vaak als een kwartier moet... Die woont helemaal. Ja. Dan denk ik van, nou, je moet eens naar Amerika gaan. Ja, dan komt hij weer. Maar daar wonen mensen... Was dat laatst speelde ik in Leeuwarden. Kreeg een berichtje. Wanneer kom je nou eens naar Sneek? Come on, gasten. Come on, echt? Ja. Serieus? Dat is een kwartier rijden. Ja. Dacht ik, nou, als je dan niet vooral, als je dan wil je me gewoon niet, dan ben je geen fan. Dan wil je me echt niet zien. Nee hoor, al zou je in Groningen staan of in Maastricht, ik kom erheen. Nou, dat vind ik lief van je. Nee, maar het is echt mooi. Groningen is wel een hele toffe stad trouwens. Dus absoluut, ja. Maastricht ja. ook. Maar gaat er ook iets boven Amsterdam? het is boven Groningen, toch, was het? Er gaat niets boven Groningen. Amsterdam, ja, god. Er gaat niets boven thuis. Amsterdam voelt echt als thuis? Ik kom uit Amsterdam, ja, ik ben Amsterdam, hè. Ja. Zou je nooit weggaan? Als ik naar een andere stad zou gaan, naar een andere stad zou verhuizen, zou het niet in Nederland zijn. Nee. Nou ja, Amerika, denk ik. Of Mexico, wat je net zei. Ja, Mexico. Ik zou wel even een jaartje in Mexico kunnen zitten. Lijkt je dat echt leuk, Mexico, ja? Lijkt me vet, hoor. Ja, waar ruig. Dan? Ja, gewoon midden in Mexico City. Gewoon helemaal gewoon de ruigste shit. Ik weet nog dat ik was ook een tijdje in Rio. Maar was ik ook echt op een gegeven moment dacht ik van, ja, ik moet hier zijn gewoon. Weet je wat fantastisch is? Wij zijn daar geweest toevallig. Puerto Rico. Zijn jullie daar geweest? San José. Ja, wij zijn daar samen geweest. Dat is best wel een heavy plek, hè? Is het zo? Ja, toch? Ik vond het heel leuk. Het was heel pittoresk. Ja. Oh ja? Leuke gekleurde huisjes en zo. Oh, ik dacht dat Puerto Rico echt een soort van super crimineel was. En net als de Dominicaanse Republiek of zo. Bij dat nou. Ja, precies. Ja. En Cuba, dat is een beetje... Oh nee, maar ik dacht, ja, misschien hoorde je schoten opstaan. Nee, dat lijkt je helemaal leuk, denk ik, of niet? Nee, dat lijkt me helemaal niet fijn. Maar ja, wel, ja, een beetje spanning is leuk, maar om nou schoten op straat te horen en zo, dan... Ik heb er nog prachtige teenslippers gekocht, weet je nog? In dat veel te dure winkeltje. Nee, dat was hartstikke... Dat is echt een aanrader. Altijd afdingen, jongen. Ja, dat doe ik nooit. Weet je, als je het gewoon, nee, dat vind ik sneu voor die mensen. Sneu voor die mensen. Nee, maar weet je wat het is? Je moet conformeren aan de economie. Ja, dat begrijp ik wel. Anders dan breng je dat in de war ook. Weet ja, dan snappen ze zelf ook niks. Nee, het is zoveel. Je 20 euro, 20 euro. Wat? Dat is een maand lang. Come on. Ja. Dat kan je niet geven. Nee, maar ik vind dat die mensen mogen dat best wel verdienen. Dat vind ik heel lief van je. Ja, maar zo ben ik. Douwe, ik vond het super tof dat je er was. We zitten bijna aan de tijd. Ik vond het een vreemd gesprek. Meen je dat? Ik vond het leuk. Super maar wat leuk. Wat vond je er vreemd aan? Nou, we hadden het over teenslippers en schoten in Puerto Rico. Ja. Het is best wel vreemd. Paardenfokken in Mexico. Ja. Vind je interviews geven leuk? Heel eerlijk, hè? Je mag gewoon zeggen, ik vind er geen reet aan. Dat mag je gewoon zeggen. Ik vind dit wel een heel leuk interview, moet ik zeggen. Maar van tevoren... Vind ik interviews leuk? Ja, nou ja, vind jij pizza lekker? Ja. Per definitie, een hele slechte, vieze smerige pizza. Nee. Smerig, toch? Nee. Sommige interviews vind je leuk en andere interviews niet. Ja, toch? En hoe ga je dan naar ons toe? Ja. Denk je dan van, oh, dan ga ik... ik moet het niet invullen, dat ben ik een beetje van, maar... Dat moet ik niet doen. Nou, nee. Nee, maar als je onderweg hier naartoe, dan ga je naar Omroep Flevoland. Je weet dan, gisteravond zijn we in Den Bosch en morgen moet ik naar Omroep Flevoland. Mm-hmm. Wat heb je daar nou voor idee bij? Blanco. Ja, ga je gewoon blanco in? Ja man, tuurlijk. Ja. Ja, zeker. Okay. Totaal blanco. Oh, ik zou er echt geen zin in hebben, denk ik. Nou zeg. Ja, nou ja, als je zo'n optreden hebt gedaan en al die adrenaline nog in je lijf. En dat je dan zo, of vroeg, maar ja, je moet denk ik wel, hoe laat zat je in de trein? Vanochtend? Ja. Oh, dat viel mee hoor. Uur of elf, dus dat valt mee, toch? Ja. Ja. Maar hij was wel pas om 3 uur thuis, dus dat was wel... Niet thuis, hè? Je was bij die vriend. Dat is waar. Maar dat was wel thuis, bij hem. Ja. Zo meteen ga je denk ik weer lekker op de woonboot in Amsterdam. Zeker weten. Goed. Ja. En Terras van de Nacht is vanavond. Ja, Terras van de Nacht. Gaan we even naartoe. Die ga ik even mee pakken. Ja, doen we. Goed, dankjewel Douwe Bob. Hey, bedankt. Het album is overal te beluisteren. En goed. Streams en albums ook, zeg. Wij draaien hem natuurlijk ook geregeld hier op de radio en de tv. En op douwebobmusic.com vind je ook de complete speellijst van hem. En zoals gezegd, 9 juli is de eerstvolgende in Den Haag. Dag. Dag. Dankjewel Douwe. Dankjewel.